Ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit nu in de laatste week van mijn zomervakantie. Het is maandag, dus volgende week maandag moet ik naar school toe. Mijn klas en rooster worden, als het goed is, snel bekendgemaakt. Ik hoop dat het een beetje snel is, want ik wil me wel even mentaal kunnen voorbereiden op de komende tijd. Maar... Ah! Mijn boeken zijn net binnen. Dus volgens mijn ritueel heb ik eventjes mijn boeken nog een schop gegeven. Want dat doe ik elk jaar. Niet dat het heel veel zin heeft, maar het kan wel. Ik ga in deze video mijn boekenkasten. Tas klaarmaken. Mijn leven organiseren zodat ik weer een goede routine heb. Wat ga ik nog meer doen? Ik kan niet meer zo goed nadenken. Laten we maar snel beginnen. Yeah. Een lang op beeld. Maar ik heb het wel. Waarom zijn we hier zo zenuwachtig? Het is voor mijn schoolboeken. Yay! Ik weet het niet. Ik heb nu mijn examen. Ja. Oeh! 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 Oh, die heb ik geen zin in. Ik heb dat niet meer. Ik weet het. Oh, dat is zoveel leerwerk. Maar ik ben hier juist goed in. Ik haal hier al meestal 10 voor. Dat is geen. En het opdrachtenboek moet terug. Oké, nu gaan we als een soort beauty vlog of zo. Oh nee, dat is heel erg. Oh, met je handen zo achter, want dat werkt bij een boek. Oké. Examenidiomatis. Mocht dat niet houden? Nee, die moest je terug. Oh, maar daar heb ik echt vet erg in geschreven volgens mij. Of niet? Ik weet het niet meer. In het boek. Oké. Okay. Ja, volgens mij wel. Oh, wiskunde. Ja. Nou, ik had gedroomd, hè? Ik heb nu nog 1 jaar en dan nog 1 jaar. Maar jij hebt gewoon... Nee, you're ever for it beeld. Gewoon, jij gaat hier naar weg. Ja. Ja, maar je had eco wel, toch? Ja, ik had eco, maar daar ben ik niet zo oké okay in. Of in ieder geval... Niet zo kijk, eco het is... Oh, niet oké. Okay. Vandaag is het woensdag. Gisteren was ik met mijn vriendin naar de stad Utrecht. En toen hebben we leuke kleding gekocht. En zo we aan het shoppen waren, kwamen ik en mijn vriendin erachter dat de roosters en klassen al op soms today stonden. Maar de vorige keer klopte het ook niet. Dus ik hoop eigenlijk dat het niet klopt. Want nu is een van mijn vriendinnen niet als enige niet bij ons in de klas. Met super duidelijk dit. Roosters op Sermelo vind ik niet leuk. Want ik wilde elke dag eerst beginnen. Maar... Kijk dit. Ik begin maar 1 keer het eerste uur en voor de rest 3 keer 8e en 1 keer 9e. Stef is waarschijnlijk niet bij ons in de klas en dan kan ik janken. Maar ik ga niet over. Oh my god. Dit is erg. Komt goed. Of niet, maar... Hey Stef. Oh. Hey. Ik vroeg me eens eventjes af. Nou, niet huilen. Oh, ik wil naar je toe komen. Wat erg. Ik had je helemaal niet moeten bellen. Oh ja. Doei doei, tot morgen dan. En in de app en bla bla bla. Doei. Oh, Steffi. Wat een gedoe allemaal. Maar we gaan gewoon verder, want het leven gaat door. Oké, ik wil even laten zien wat voor kleding ik heb gekocht. Kijk hoe donker de kleding in mijn kledingkast eerst is. Geen kleur. Kleur! Ik denk dus dat ik veel tijd aan school ga besteden. En dat ik bijvoorbeeld alleen op vrijdag en zaterdag kan besteden aan YouTube. Maar we gaan er een feestje van maken. Oké, okay. Ik ben gelijk duizelig. Ik heb hier dus mijn boeken. En ik heb hier mijn kast van vorig jaar. Ik heb van de meeste boeken dezelfde boeken weer teruggekregen. Ik ga er nu gewoon letterlijk invouwen. Dit is dus je boek. Nou, en wat heb ik gedaan toen we aan het eind van het jaar de boeken moesten inleveren? Ik heb dit losgemaakt. Gewoon alleen deze twee. En dan kan je de boeken zo uithalen. Heb ik ze zo terugvouwen en netjes opgeborgen. En wat ga ik nu doen? Ik sla hem open, schuif het boek erin. En dan plak ik er een nieuw op. Oh, en ik zie hier bijvoorbeeld dat het tapeje een beetje los gaat zitten. Dus dan plak ik dat ook even vast. Tadaa! Die gaat weer een jaar mee. Hier is waar ik mijn boeken bewaar. De dingen die ik wel ga gebruiken, denk ik, zijn dingen zoals Nederlands boek.
Nee, deze ga ik ook niet meer gebruiken. En wat ik gedaan heb, je ziet hier de kleur geel. Tapejes. Oranje. Duits. En dat heb ik gedaan omdat ik in mijn map de tabbladen dezelfde tapejes heb gegeven. Dat hoort bij het vak. Dus geel, Nederlands. Kant. Frans. Deze map van vorig jaar is nog in perfecte conditie. Dus die hergebruik ik gewoon voor dit jaar. Iets wat moet veranderen. Nog iets wat moet veranderen. Nog iets wat moet veranderen. Nog iets moet veranderen? Nee, nee. Aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde. Hier doe ik dus mijn notities en huiswerkopdrachten. Kunde. Heb ik van die doorzichtige insteekhoesjes. En zoals je hier ziet, wat rommel. Waarom is het hier? Ik ga nu gewoon alles eruit halen van afgelopen jaar. Oké, dus dat heb ik gedaan. En nu ga ik alle tabbladen weer vullen met de blaadjes. Ik laat even van dichtbij zien. Nederlands kleur. En dan heb ik hier gewoon iets van 5 of 8 blaadjes in gedaan. De lege insteekhoesjes. Geodriehoek zit hierin. Super handig, dan breekt die gewoon niet. Rommelblaadjes. Ik heb ook nog een etui. En het enige wat erin zit is een nakijkpen. Een pen. En mijn lievelingspen. 3 kleurpotloodjes in rood, geel en blauw. 2 potloden, een gum en een muntslijper. Mijn originele plan was om deze dagen, de komende dagen en de komende week helemaal te plannen en zo. Met oh, tijd, de tijd, dan doe ik dat, dan dat. Alleen, ik denk eigenlijk dat ik alles gewoon op me af laat komen. Gewoon niet te moeilijk doen over, oh nee, dat gaat zo. Maar wat ik wel wil doen, is mediteren. Het is een beetje... Ik lig of ik zit of ik sta, zoals nu. Dan doe ik mijn ogen dicht. En dan ga ik me een soort van voorstellen hoe het allemaal gaat zijn. En bijvoorbeeld dat je je zo voorstelt dat je het lokaal binnenloopt. Of dat je de school gewoon binnenloopt. Of dat je je vrienden weer ziet. En dat is gewoon eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Maar het is wel leuk. Het lijkt me super leuk om de eerste schooldag of de eerste schoolweek te vloggen. Maar ik zie dan weer mensen. Niet specifieke mensen voor me, maar ik ben gewoon bang dat mensen zo met van die blikken naar me kijken. Echt zo me helemaal gaan judgen van, heb je zo'n persoon, weet je wel. Het lijkt me gewoon hartstikke leuk en waarschijnlijk vinden andere mensen het ook wel leuk als ik gewoon dat soort dingen laat zien en zo. Maar dan zit ik toch weer helemaal te twijfelen. Maar dan is het misschien wel goed om zo voor me voor te stellen dat ik het gewoon doe. Dus misschien durf ik het dan wel. Oh, en wat ik de afgelopen dagen ook eigenlijk gedaan heb, is proberen om weer om 11 uur te slapen. En dan om 8 uur wakker te worden. Zodat ik niet ineens van 11 uur wakker worden naar 7 uur wakker worden moet. En een van de allerleukste van het voorbereiden op school vind ik toch wel het sociale gedeelte. En nou, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb afgesproken met vriendinnen. Ik heb nog meer afgesproken met vriendinnen. En volgens mij heb ik nog meer afgesproken met vriendinnen. En sinds dit jaar heeft mijn school een app. En op die app kan je dus je mentor en je de school zelf een berichtje sturen. Wat we normaal wel konden, maar dan via gewoon mail. En ik heb een mentor een berichtje gestuurd, gewoon om die functie te testen. Ik noemde de mail gelukkig nieuw schooljaar. Toen had ik zo'n tekstberichtje gestuurd van hallo meer, bla bla. Ik ben deze functie even aan het uittesten, bla bla, bla bla, zin in, bla bla. Toen hadden we even een gesprekje en dat was gewoon grappig. Oké, het is vandaag dus zaterdag. Dat betekent dat ik nog iets van 5 uur heb om deze video te editen. Dus ik ga dat snel doen en dan zie ik je volgende week als ik ga vloggen. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En like, abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Doei doei!